Hartelijk welkom bij In Gesprek Met. Ik heb hier naast me zitten Siebe Seidsma. Jij bent predikant hier in Meppel. Jij hebt iets geweldigs opgestart eind vorig jaar. Eind vorig jaar toen was de top 2000 in de kerk. Nou is het zo dat er zijn meerdere kerken in Nederland die het zo rondom die datum hebben gedaan. Waarom dacht jij als predikant van ik neem die top 2000 in de kerk, ik ga er iets mee doen? Wat waren jouw gedachten daarover, over die top 2000? Nou, want ik ben sowieso opgegroeid met popmuziek. Ja? Met name heel veel teksten in popmuziek die zijn zo aansprekend en die kun je zo toepassen, hè, ook in de kerk. Dat we ze natuurlijk sowieso in gewone diensten ook altijd gebruiken, popmuziek, dat wel. Maar ja, de top 2000 is natuurlijk het muziekevenement rond de kerst, tussen kerst en oud en nieuw. Dat was eigenlijk de aanleiding om te zeggen, daar gaan we mee starten hier in Meppel. Het is natuurlijk een initiatief wat al langer bestaat, hè? Al een jaar of 10. Maar hier in Meppel was het nog niet. Dus ik ben hier sinds juli vorig jaar. Ik dacht, dit is gelijk de gelegenheid om het op te pakken. Ja, zit daar veel voorbereidingstijd in om dan zoiets te gaan doen op zo'n zondag, de laatste zondag van het jaar? Ja, voorbereiding zit er zeker in. Hè, maar er is zoveel materiaal eigenlijk. Dus je hebt zoveel keuze. De voorbereiding zit er vooral in om het tot een uur terug te brengen. Samenwerking met koor, met organist, gitarist. Je verbindende teksten, niet te veel wil spreken, vooral de muziek laten spreken. Dus daar zit de voorbereiding in. Ja, als je inderdaad kijkt, want ik heb het meegemaakt. Ik vond het echt geweldig. Misschien ook eventjes terzijde, in het liedboek staan zelfs ook nog teksten van de top 2000. Ik denk aan Cat Stevens, Morning Has Broken. En ook ten aanzien van Prediker, volgens mij is daar ook nog iets. Turn, van de Birds. Ja. Krijgen we straks weer een top 2000 aan het eind van het jaar? Ja, we krijgen weer een top 2000. Het lastige is eventjes dat dit jaar er geen zondag tussen kerst en oud en nieuw zit. Nee. Dus dat wordt waarschijnlijk tweede kerstdag. Ja? Dat is wat een lastige dag, maar we kunnen er misschien ook een mooi evenementje van maken op tweede kerstdag. Hè? Ja. Dus met top 2000 en misschien nog wat andere dingen eromheen. Maar er komt zeker weer een top 2000 dienst. Ja. Zeker. Misschien even over popmuziek in de kerk. Wat vind jij van popmuziek in de kerk? Nou, popmuziek is muziek van deze tijd. Zoals de psalmen, zeg maar, in de middeleeuwen, hè, eigenlijk ontstonden vooral op melodieën van volksmuziek. Ja? Dat was in die tijd. Deze tijd is popmuziek heel belangrijk, dus dat kunnen we zeker goed gebruiken. Naast alle andere vormen van muziek, want ik ben voor een heel breed scala aan muziek. Ja? Psalmen, gezangen, opwekking, prima. We hebben een kantorij, geweldig. Maar popmuziek past zeker in dit soort diensten. Ja, het is een middel eigenlijk. Het is een middel. Kijk, je hebt bij popmuziek, ten aanzien van kerk, heb je drie niveaus, zeg ik dan. Hè. Je hebt muziek die een letterlijke verwijzing zijn naar de Bijbel. Hè. Wij noemden al The Birds, Turn, Turn, Turn. Nou ja, Chai Coltrane, Go to Alaya. Dat is de eerste laag, dat is heel duidelijk. En de tweede is, er zijn muzici die van oorsprong af christelijk of joods zijn, een Bob Dylan, een Leonard Cohen, die verwijzen eigenlijk in hun teksten heel veel naar God en naar geloof. Nou, die kun je ook zo toepassen. De derde laag is de muziek, de teksten, waarin God niet voorkomt, maar waarin je zegt, daar hebben wij eenzelfde ideeën over, of eenzelfde gevoel. Een mooi voorbeeld is Josh Groban, You Raise Me Up. Nou, dat nummer gaat van, jij tilt me op en daardoor kan ik bergen verzetten, over het water lopen. Als jij mij optilt, kan ik meer zijn dan ik zelf ben. Ja. Nou, dat kan natuurlijk een lied zijn van iemand die heel verliefd is. Maar waarom zou je het ook niet op God kunnen betrekken? Dus is God degene die jou optilt, over het water doet lopen, et cetera. Dus, nou, dat zijn de drie lagen. En bij de ene laag moet je iets meer uitleggen misschien. En bij de andere laag is het zonder meer duidelijk. Ja, misschien nog even over Bob Dylan. Want jullie gaan geloof ik ook iets organiseren naar aanleiding van Bob Dylan.
Nou, in zoverre, ik hoop dat we dat gaan doen. Kijk, Bob Dylan wordt dit jaar 75. Ja. Nou, toen Dylan 70 werd, dat was 5 jaar geleden, toen ben ik begonnen met Bob Dylan diensten. Ik trek me die diensten een beetje het land door met een aantal muzikanten. Dan hebben we heel veel nummers van Bob Dylan en ik praat de teksten aan elkaar. Nou, wordt Bob Dylan 75. Dus eigenlijk willen we dat toch weer gaan doen, een beetje een nieuw programma ervan maken. En dan kijken of we rond de verjaardag van Bob Dylan weer iets met Dylan kunnen doen. Dat is in augustus geloof ik, hè? Nee, hij is 24 mei wordt hij 75. Oké. Ja. Okay. Ja. Heb je nog meer initiatieven dat je zegt van we gaan nog meer dingen doen ten aanzien van popmuziek in de kerk? Nou, in zoverre, ik vind eigenlijk dat popmuziek dus eigenlijk geïntegreerd moet worden in diensten. Hè? Zo'n top 2000 dienst is heel leuk, ja? En dat gaan we ook weer doen. Het is met name ook voor mensen die de kerk misschien niet zo meer met de kerk betrokken zijn, is dat ook heel erg bijzonder. Maar zoals ik al zei, ik vind dat popmuziek gewoon geïntegreerd moet worden in diensten. Ik ben het helemaal met je eens. Zeg, ik zou zeggen heel erg hartelijk bedankt dat jij dat hebt uitgelegd hier. En ik wens je heel veel succes daarmee. Ja, dankjewel. Oké.